allemaal, dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. Ja, tweede kerstdag. Zo op deze laatste zaterdag van 2020. Nou, het is echt weer een mijlpaal. Vergeet niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog. De planning is dat ik eind deze middag naar Nadine en Christy kerst ga vieren. Wordt hartstikke gezellig ook. En ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, helemaal leuk weer. Ik zit nu in de tram en dan ga ik nu eerst naar de stad, want ik moet even wat cadeautjes kopen voor vanavond. Ik ben benieuwd of alles open is, hè? Weet ik eigenlijk niet, want ik loop wel nu helemaal uit de stad in, maar daar is alles dicht. Er best dicht uit allemaal, hoor. Ja, heel veel is dicht. Heel veel is dicht. Dus ik loop maar gewoon naar die kruidvat. Nou, ik was dus in de kruidvat. En ik wou voor iedereen een leuk cadeautje meenemen. Nou ja, er was echt niks leuks. Gewoon helemaal niets. Dus ik wacht nu op die tram. Ik ga naar huis. Zit niks anders op. Oké. Nou, dames en heren, ik ben hier even met Christy en Nadine. We gaan even lekker nog wat boodschappen halen. De last planningen voor vanavond. Voor de tweede kerstdag. Zo enorm leuk. Oké, nou, wij lopen dus nu met z'n allen hier in die toffe Dirk. Ja, maar als je het moet, ik zo. Even kijken, allemaal sauzen en zo. Wij gaan nu even onderweg naar Zoetermeer in de hoop op meer nieuws daar, toch? Ik kan er eigenlijk echt niet op, ik zit op mijn telefoon. Ja, nee, wat zij doet mag je gewoon niet doen, oké? Hier. Kom maar. Oh, moet je VVV boven weg. Moment geduld, dames en heren. Er komen daar hele bijzondere krachten. En dan wacht ik voor. Ja. Wat zijn je takken onderschat? Ah, we zijn nu even in een andere supermarkt. En we gaan nu even de laatste dingen halen wat we hier moeten halen. Paprika. Paprika. Ja. Zaté. Oei! Drukte. Chasie, wat wil je nou? Oh. Chasie. We gaan even naar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, een buiging bedoel je? Wauw, laatste buiging van 2020. Joey! Maar die voelt ook voor jou zo raar. Nou, we gaan nu onderweg naar huis. We hebben alles bij ons, hè? Eten, boodschappen, dus dat komt helemaal goed voor straks. Ik heb hier het cadeau. En ik heb hier stokbroden. En ik ga nu naar Christy en naar Dina. En naar Rijn en naar Marion en naar Wim. Want we gaan daar tweede kerstdag vieren. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Hey! Hallo! Hey! Wat een kerstgedacht. Ik ben helemaal chic! Kijk, dames en heren. Ik ga even mijn mooie outfit showen. Wat ik gisteren ook aan had. Kerstgedachten, zeg. Zit hierachter. Met die witte schoenen. Marion, dit heeft gedaan. Hele tafel, mooi. Nee, de tafel. Oh, Willem. Nou, straks mooi. En de boom helemaal. Nou. Mikey. Fijne kistie. Hallo Nadine. Jij hebt ook een prachtige jurk aan. Wauw. Wow. Ja, we zitten in de kerstmood. Kijk ze even dan foto's maken, die twee. Yeah! Merry Christmas! Merry Christmas! En wel een hupje! Ah, goed zo.
nou, nu komt het echte werk. Ja, ik ben niet meer. Oh, nou, Nadine gaat, is niet mijn partner. Oh. Ja, nou, oh. Oh. Ik heb de kok met mijn broek. 5, 6, 7, 8, 1, 2, en we doen 3 en 4, we doen 5 en 6, draai om. Jij gaat uit. Jij komt in. Jij komt uit. En we gaan chat. Bijna goed. Bye. Nadine, show het even. Nadine en ik doen aan Kinder Show. Oei! Ik raakte hem niet eens aan. Nou, ja, wanneer je. Oh. Nou, Nadine en ik gaan lekker aan de kinderchampagne. Heerlijk. Appelsap. You and me. Kijk hoe mooi de tafel. Oh. Eet smakelijk. Wauw. Elkaar aankijken voor ons. Stop het leven. Wauw. Dan kan je zo praten, weet je wel. Oké, dames en heren, nou, we hebben heerlijk gegeten. We zitten helemaal vol. Kijk dan, helemaal opgevroten, alles leeg en... Nou ja. Ik zit zo vol. Ik ook zo vol. Mooie kerstboom. Even buiten een luchtje happen. Oké, de taart is klaar. Of taart. Het dessert. We gaan gauw aan tafel. Nou ja. Wat ziet het er goed uit? Oeh, Jullie spleet gaat mee. Oké, dames en heren. Wij gaan lekker de cadeautjes doen. Hoe gaan we het doen? Want er liggen allemaal cadeaus. Die van Jaycee is sowieso met dat draaiend gedichtje. Maar jongens, Christy, in het gedicht staat wel de naam. Dus de naam ja, maar dan moet je het openmaken en dadelijk heeft iemand anders hem. Oké, pak gewoon jouw bedoel, geef mij geen wakkoord. Nee, dat vind ik niet leuk. Ik heb het gekocht. En het is voor? Nou, het staat er gewoon op het schoen. Dus, en daar zit een gedicht. Het is voor Marion. Oh. Wauw. Ja, maar omdat wij gewoon wij goed zijn. Ones. Wij zijn de real ones. Nou, vind ik echt absurd. Precies wat ik wou, hè. Wauw, ondanks alle winkels ook dicht zijn, hè. Wow. Zo creatief als maar kan. Ja, dat is ook wat, die heb ik ook altijd. Oh, lekker. Ja. Oh. Oh. Nou. Oh, maar van wie dan? Nou, oh, wauw. Ik ben benieuwd. Oei. Wat? Ah. Wat zeg jij? Ja. Wat een lekker zakje. Wat een lekker zakje. Nou, ga er eindelijk een stom ding. Ah, ja, dit bouw ik, want hier kan mijn enige echte Nintendo Switch in. Dankjewel. Oké, beste rijden. Ondanks het coronavirus was dit jouw jaar, want al jouw RPA-pakketjes staan al klaar. Je bent druk bezig voor je eigen bedrijf en je zweet loopt van je lijf. Dat maakt niets uit, want jij wilde deel dat lekker ruikt. Gelukkig is dat niet het enige wat jij gebruikt. Maar onder jouw muts of pet zit namelijk een bos haar. En met wat lekkere shampoo en douchegel geeft dat toch een topgebaar. Door de gesloten winkels kon de kerstman niet vooral komen. Niet overal komen. Anders had ik... Allemaal dure Gucci shit. Ik wens je een super 2021 met heel veel bestellingen van je eigen merk. Anders moeten we met z'n allen weer gaan flyers. Alle flyers. Ja. Nou, we zijn allemaal helemaal content met wat we hebben gekregen. Niet waar? Ja. Content. Eeuw. Ik krijg gewoon nog een cadeau. Ja, je gaat er heel blij mee. Ja?
Het is wel een lekker vierkant pakketje. Ah, ik word gewoon echt verwend. No, die had hij gezien! En ik heb hem ook gekocht dan voor mezelf. En dan kunnen we altijd weer samen theeën. En dan kunnen we Monopoly, Frozen Monopoly doen met onze Frozen mond. Nou, het wordt tijd voor Frozen. En dan met jouw Frozen deken en onze Frozen pyjama.